We kregen vanmorgen het droevig bericht van zijn overlijden. Ik moet zeggen, hij sukkelde de laatste tijd met zijn gezondheid. We willen van de gelegenheid gebruik maken om zijn vrouw Odette te condoleren en zijn kinderen. Van Philips was een belangrijke bankier, oud-directeur van de Hakrinbank. Hij kwam in 1973 in dienst van de Hakrinbank. Hij kwam over van de VCB. De Hakrinbank was toen in hele grote moeilijkheden. Er dreigde een faillissement. En ik moet zeggen dat het Theo van Philips is geweest die dit faillissement, dit debakel, heeft kunnen afwenden door heel goed en wijs beleid, prudent beleid. Dus ik herinner hem als de bankier die de Hakrinbank heeft gered en eigenlijk weer op het spoor heeft gebracht van groei en ontwikkeling. En ik ken hem ook als een zeer, zeer integer mens. Eigenlijk zou hij een voorbeeld moeten zijn voor ons allemaal. En zeker voor de jonge bankiers van tegenwoordig. Hij was ook een kundig econoom samen met zijn broer, Paul van Philips, die in de jaren 60 minister van Financiën is geweest in Suriname. En daarna geëmigreerd is naar Nederland en professor werd, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van Philips heeft in hele moeilijke jaren hoor, de jaren 80, maar ook na 82, er waren flinke confrontaties met de militairen. Een keer werd hij bedreigd, vertelde hij me, waarbij er een hoge militair Nieuwelen op de bank kwam en een oesie op zijn tafel legde. Maar hij week geen duimbreed. Dus het is ook wel een principiële man geweest. Zocht geen ruzie, maar hij hield zijn rug altijd heel recht. Het was ook een zeer gelovig mens. Eigenlijk is het een van de beste Surinamers die ik me kan voorstellen hoor. Ik ben heel blij en trots dat ik met hem heb mogen samenwerken en ik heb heel veel van hem geleerd. Ik ben hem daar dankbaar voor. Er was na het vertrek van de heer Weidenbos een commissie ingesteld die die schulden moest onderzoeken en ook de gekke dingen die toen zijn gebeurd. Dus hij heeft toen samen met André Ibrahim en Roosevelt, er was nog een persoon bij, een prachtig rapport geschreven waarbij ze heel minutieus hebben aangegeven, het wanbeleid dat toen werd gevoerd door Jules Weidenbos en zijn regering. Ik vind het heel jammer dat dat rapport vervolgens niet is gebruikt om zaken te corrigeren en de schuldigen, de fraudeurs, aan te pakken. Dat vind ik persoonlijk heel erg jammer, want het was een uitstekend rapport met goed werk. Ik wil de samenleving eigenlijk condoleren en het is goed dat we dit soort mensen voor het voetlicht halen vanwege hun voorbeeldig karakter.